Goedemorgen allemaal, ik ben Dolkan Ergin. Ik werk hier in de Tweede Kamer voor de fractie van DENK. En ik ben Abdurrahim tegengekomen en Abdurrahim vertelde mij over de situatie van zijn familie. Echt enorm mensonterend, pijnlijk om te horen dat zulke verhalen nog vandaag de dag op de wereld zich voordoen. Dus daarom wil ik jullie vragen over het verhaal van Abdurrahim, die 19 familieleden mist en eigenlijk sinds 2017 geen contact meer heeft met zijn familie, te ondersteunen. En dat ga ik doen door bijvoorbeeld te gaan naar www.supportubus.org.